Hallo, hallo. Ik denk dat deze... Doet hij het of niet? Nee, nog niet. Volgens mij stond je niet in. Nee. Nu wel. Oké. Nou, goedendag. Ik begin altijd met shalom. Shalom. Vrede zijn met u. Ja. Ja. En ik heb gekozen voor Ride Out 2023. Ik kom... Mijn naam is David Toepan. 58 jaar. En getrouwd met Trudy en twee kinderen. En in 2022 ben ik bekeerd, in februari eigenlijk, kreeg ik een boek waardoor ik eigenlijk overtuigd ben dat Jezus leeft. En wat is er eigenlijk gebeurd? Er zijn zoveel dingen gebeurd in mijn leven, maar eigenlijk iets aangrijpends waardoor je tot bekering kan komen. Ik ga eerst hebben over de ride-out. Wat is een ride-out? Een ride-out is het wegrijden met een groep vrienden naar een bestemming. Ride-out 2023 heb ik voor gekozen, omdat ik één, ik ben eigenlijk de oprichter van motorclub Satudara. En ja, Satudara heeft natuurlijk aardig wat het nieuws gehaald, slechte naam gekregen. En ja, ik had nooit eigenlijk kunnen dromen dat ik bekeerd gaat worden. Maar wat is er eigenlijk gebeurd? In 2022 werd mijn maat ziek. En hij kreeg een dwarslesie. Nadat hij getraind heb en een hartstilstand, of ja, ik denk een hartstilstand, hartinfarct, is hij gevallen, ongelukkig gevallen, waardoor hij een dwarslesie had gekregen. Maar hiervoor had ik nog een iemand. En dat is een van onze vrienden. En hij had MS. En ik ben zo goed bevriend met die Ibi, dat ik eigenlijk alles weet van hem. Hij was opgegroeid met mij. Hij is ook een van de oprichters van Satudara. En hij staat altijd rechts bij mij. Hij, we noemen een sergeant in arms. Een sergeant in arms wil zeggen dat je al het veiligheid voor zorg neemt en eigenlijk ook bepaalde dingen doet zodat het club veilig kan doen wat hij moet doen. En in de motorwereld is het totaal anders. In de motorwereld, ja, we bellen geen politie. Ja. We laten meestal zien wie we zijn. We zijn stoere jongens. En als er iets moet gebeuren, dan gebeurt het maar. Want we vinden het niet erg als er iemand in elkaar wordt geslagen. De sergeant arms die zorgt ervoor dat alles tot rust komt. Want het is niet één iemand, want soms heb je conflicten met motorclubs onderling. En dan kan het heel goed uit de hand lopen. Maar Ibi is dus mijn goede vriend en mijn rechterhand. En hij had dus MS. En hij werd ziek. En in het begin dachten we, het was een ontsteking aan zijn schouder. En naarmate de tijd vordert en hij overal is geweest, blijkt dus dat hij MS had. En hij kon op een gegeven moment niet met zijn handen kan hij bewegen. Waardoor mijn dochter af en toe hem eten geeft. Hij kan zijn eigen kopje drinken niet echt vasthouden. En op een gegeven moment kan hij ook helemaal niet zelf douchen en niet naar het toilet gaan. En dat hele proces van het moment dat hij MS had tot zijn dood, heeft mij goed geraakt. Want ik ging zo goed met hem om, dat als hij naar het toilet gaat, dat ik hem schoonmaakte. Ik ging zo goed met hem om, dat als hij moest gaan douchen, dat ik met hem ging douchen en hem schoonmaakte. Zo'n goede vriend was dat. En iedereen in de club respecteerde dat. En hij wilde dus ook dat hij alleen maar met mij dingen doet. Want er zijn genoeg jongens die het voor hem willen doen. Maar hij zegt nee, David is mijn vriend. En hij mag alles zien en hij mag ook alles doen. Want ik vertrouw hem. En nou komt die ene man, een andere vriend, Indik.
samen met hem trekken we eigenlijk altijd naar Ibbe toe. En hij maakt dat ook mee. En dus toen Ibbe kwam te overlijden, ging ik samen met Indik eigenlijk verder. Maar Indik ging trainen. En kreeg op een gegeven moment een raar gevoel, waardoor hij eigenlijk wilde gaan stoppen met trainen. Liep naar de kleedkamer en viel op de grond. Hij viel op de grond en hij was weg. En hij werd wakker en hij zegt, joh, ik zie alleen maar de grond, maar ik wist niet wat dat was. Want ik denk, hé, waar ben ik? En ik kon me niet bewegen. Het enige wat ik kan doen is eigenlijk schreeuwen. Dus hij begon te schreeuwen, maar de muziek stond hard in een sportschool, waardoor eigenlijk mensen het niet hoorden. Behalve de receptionisten, die af en toe iets hoorden en ze vonden het raar. En ze keek en ze lag daar. Daar lag mijn vriend Indik. En op dat moment dat hij dat kreeg, dat hij dus niet meer kon lopen, was voor mij zo aangrijpend. Want ik heb een soort dubbel gevoel. Je hebt net je maat eigenlijk ben je kwijtgeraakt. Je weet wat het is en nu begint het ellende weer opnieuw. En als vriend en als goede vriend begon je te huilen. En je had geen raad meer. Was het maar een oorlog geweest tussen motorclubs, ja, dan hadden we kunnen vechten. Maar hier, op dit moment, met dit situatie, heb je hulp nodig. En die hulp kan de doktoren zomaar niet geven. Maar bij wie moet je dan terechtkomen? Indik had eigenlijk het gevoel dat het een verloren strijd was. Hij had euthanasie aangevraagd. En zijn vrouw, hij zei tegen zijn vrouw, luister, ik wil niet dat David komt, omdat ik David niet wil confronteren met wat ik nu ben. Hij moet me herinneren zoals ik toen was. Gelukkig is er een lichtpuntje gekomen. En dat was eigenlijk de dominee die langskwam. En de dominee die toen langskwam, die gaf toen aan van, joh, Indik. Ik heb het gevoel, of ik heb, ja, misschien profetisch zie ik, dat je niet zomaar ziek bent, maar je bent bewerkt met occultisme. Dus je bent gevallen en je hebt een hartstilstand gehad en daarna een dwarslesie. Maar als God het wil, kan ik voor jou bidden en misschien word je beter. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hij, dominee bidt wat. En de dokter die gaf aan van, joh, we hebben een hele grote risico, maar misschien kunnen we achter je nek nog wat gaan doen. Maar geeft geen garanties. En wat wil je? Nou ja, als je euthanasie voor euthanasie hebt gekozen, dan is alles, de kleine kans, is voor jou een grote kans. En dus pak je dat aan. Ja. Hij pakte dat aan en het ging goed. En hij mocht naar huis. Dus op het moment dat hij naar huis mocht gaan, kwam ik met hem in gesprek. En hij vertelde me allerlei dingen. En hij zegt, ja David, maar het is nog niet over. Ik kan niet goed lopen. Ik zit nu wel. Want in het begin kon ik niet normaal zitten. Maar ik zit nu wel. En ik kan nog een beetje lopen. Dus dat gaat wel de goede kant op. Maar hoe verder? Want de dominee heeft gebeden. Maar ik zal niet weten hoe verder. Nou ja, we hebben toen gesproken. En het was denk ik rond een uur of vier. En mijn vrouw die belde. En die zegt van, joh, de rijstekoker is stuk. Kan jij even een nieuwe rijstekoker gaan halen? Zo gezegd, zo gedaan. Ik naar het winkelcentrum. Ik zeg tegen Indik, sorry, maar ik moet nu wel even een rijstekoker gaan halen. Anders heb ik geen eten, terwijl ze al gekookt heeft. Ik liep de winkelcentrum in. Kom ik een vrouw tegen. En die vrouw zegt tegen mij, meneer, kan ik u een boek aanbieden? Ja, ik kan altijd een boek aanbieden. En ze zet op de doos waar ik mijn rijstekoker had, zet ze het boekje neer. Ik kan niet lezen wat erop staat. Ik denk, hé, dat is een mooi nieuw boek. Ik had verwacht dat het een oud boek wordt, maar het is een nieuw boek. Dus ik de rijstekoker naar de auto gebracht en ik keek naar dat boek en dat boek gaf aan Jezus aanraken. Een boek van Tom van der Wal. En nieuwsgierig zoals ik was, las ik het boek. Het moment dat ik het boek las,
geeft mij eigenlijk ook het gevoel van, is dit mijn hoop? Is dit het hoop dat God mij geeft? En na een paar zinnen dacht ik bij mezelf, weet je wat, ik moet terug. Ik moet terug naar die vrouw en ik zoek die vrouw op. Ik zeg, mevrouw, heb je nog een boek? Ze zegt, ja. En vanaf dat moment ben ik met Indik dit boek aan het lezen. En we waren eerst met z'n tweeën. En ik heb mijn zwager erbij geroepen, Chris. Want Chris zit langer in het geloof. En wij maar pas. En zo hebben wij onze Bijbelstudies. En we gaven elkaar zo van, joh, als God mij redt. Ja, als God mij geneest, dan moeten we iets terug doen. Ik zeg, ja, zeker, dan moeten we iets terug doen. En wij hadden gezegd, we gaan de Molukse wijken in, want we gaan die duivels, de mensen die occultisme beoefenen, gaan we vertellen dat er een God is, een levende God. En een God die alle machten boven staat. En die ook de overwinning belooft, genezing belooft, zegen belooft. Ja. En gaandeweg lees ik de boek en ik krijg er nog een boek erbij. Dat is het boek Schild van Geloof. Om te kijken dat als je eenmaal genezen bent, wat je dan kan doen om de deuren van de duivel, of om de deuren dicht te houden van je hart, zodat de duivel buiten blijft. Ik heb ander boek, Bidden en Ontvangen, heb ik gelezen. En toen kreeg ik een ander boek. Een boek van een maat uit Amsterdam. Geintrappen en Grace vinden. Hij is bekeerd. Was verslaafd in zijn jeugd, een moeilijke jeugd gehad. En hij had het moeilijk. En ook toen hij bekeerd was, had hij het moeilijk. En toen vond ik het een beetje raar. Hoe kan dat nou? Als je toch tot God komt, dan moet het toch eigenlijk allemaal goed gaan. Nee, het is nog niet helemaal goed. En toen kreeg ik een tekst. En die wil ik eigenlijk met u lezen. Het gaat om Spreuken 3, vers 11 tot en met 15. Mijn zoon, verwerp de vermaning van de Heere niet. En heb geen afkeer van zijn bestraffing. Want de Heere straft wie hij lief heeft. Dus degene die hij lief heeft, bestraft hij. En je mag de vermaning van de Heer niet verwerpen. Want de Heer straft wie hij lief heeft, zoals een vader doet met de zoon, die hij goedgezind is. Welzalig is de mens die de wijsheid vindt. Dus als jij de wijsheid vindt van de vermaningen, verkrijgt, dus hier staat, vindt de mens die inzicht verkrijgt, want haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver. En haar ombreng en haar inkomen beter dan bewerkt goud. Zij is kostbaar dan robijn. Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken. En toen dacht ik bij mezelf, klopt dit wel? En ik heb hem gesproken, Joshua, en hij zegt, ja, ik heb een moeilijke jeugd gehad, ik ben getrouwd. En zijn vader is een van de voorgangers in Amsterdam. En zijn vader is continu bezig met het prediken van geloof en begeleiden van verslavingen, maar niet wetende dat zijn zoon een dealer is geworden en verslaafd is geworden. En eigenlijk veel geweld heeft gebruikt in zijn leven. En nadat hij bekeerd is, is hij verliefd geworden op een vrouw die eigenlijk ook in het geloof zit. Maar toch zijn er zoveel problemen in het huwelijk. Zoveel problemen dat hij zelfs de deuren kapot slaat en muren schopt en alles verrot gooit. Maar door het geloof in God en blijven bidden, want bidden is het wapen die wij als christen mogen hebben, heeft hij nu 3 kinderen, is hij gelukkig en hij geniet van het leven samen met haar en ze zijn samen een eigen gemeente zijn ze aan het opbouwen. Dat is het leven. Je komt goed voorspoed en tegenspoed tegen.
En als ik kijk wat ik de afgelopen week heb meegemaakt. Ik heb een ride-out gemaakt. Ik ben uitgenodigd om drie jaar geleden is een van de jongens van mij is overleden in Amsterdam. We zijn toen met 600 man daar naartoe gegaan met de motor. Heeft zelfs nog het nieuws gehaald. En de familie vraagt of ik langs wil komen om na drie jaar even stil te staan bij het graf. Ik zie ook afgelopen week dat mijn vrienden van de motorclub, die zijn opgepakt. Ja, ze zijn opgepakt en die zullen heel lang gaan zitten. Ze zijn opgepakt vanwege drugs, drugshandel. Dus dat is een hele hectische week geweest. En tijdens die begrafenis kwam ik een vrouw tegen. En die vrouw zei tegen mij, joh, het is raar. Ik ben de tante, maar het is raar. Ik was het even helemaal vergeten dat het drie jaar geleden was. En ik was in Den Haag, er was een stoet, ook met een begrafenis. Het is zo rommelig. En toen moest ik denken aan de begrafenis van toen. Maar ik wist niet dat ik over een paar dagen ook hier weer stond. Maar ik had het gevoel dat ik hier moet komen, omdat ik iemand moet gaan ontmoeten of er is iets aan gaande. Ik zeg, nou, dat klopt. U moet mij ontmoeten. Zegt ze, moet ik jou ontmoeten? Ik zeg, ja, want we zitten toch nu met elkaar te praten? Ja, zegt ze. Ik zeg, God is groot. Ik ben bekeerd en God en Jezus en de Heilige Geest zijn degene die u nu hier naartoe brengt. Ze zegt, wacht eens even. Ik eer onze voorouders. Ik zeg, nou, dat is goed. Ik zeg, ik hou ook heel veel van mijn vader en mijn moeder. Ze zegt, ja, door jouw voorouders, ja, zijn wij hier gekomen zoals we zijn. Ik zeg, ja, dat klopt. Ze zegt, daarom eer ik mijn voorouders. En ik doe voorouderswering. Ik zeg, nou, dat kan. Maar ik vereer mijn God. En u zegt net dat zonder onze voorouders wij hier niet zijn. Ik zeg, als God er nou niet zou zijn, was de aarde er niet. Hoe groot is dat? Die is veel groter dan, dan onze ouders. Ze zegt, ja. Ik zeg, dus eigenlijk bent u hier met mij en ik geef u als boodschap dat God groter is. Groter dan onze voorouders. Ik wil nog niet zeggen, omdat ik haar niet wil kwetsen. Ik wil nog niet zeggen dat het vereren van onze voorouders is het vereren van de duivel. God zegt, het is zwart of het is wit. Als je je voorouders vereert, ja, dan vereer je eigenlijk de duivel. Dan vereer je niet God. En ik heb zoveel dingen meegemaakt. Ik kom uit een dorp in Ambon, in Oekurila. En wij zijn toen bekeerd en we moesten een steen weggooien. En van het dorp bleef er op een gegeven moment maar 12 mensen over. Iedereen is dood gegaan. En ik vroeg toen aan mezelf van, hoe kan dat nou? Waarom laat God dit toe? En ik zal je aangeven waarom God dit toelaat. En want ik ben in oktober, vorig jaar ben ik in Ambon geweest en ik heb het nog een keer uitgelegd. Ik zeg, God gaat jou niet helpen als jij je vertrouwen geeft of aan de duivel of aan je voorouders. Je moet in God vertrouwen. En als je in God vertrouwt, zal hij jou redden. Maar als jou je vertrouwen in de voorouders doet, gaat hij jou niet redden. En zo is de hele dorp bijna uitgeroeid. Ja. Kijk, weet je, dat rijdt oud. We zijn toen naar Frankrijk gegaan vorige week. En we zijn wezen rijden. En tijdens dat rijdt oud worden dingen eigenlijk al in de club wordt dat allemaal in besproken. In onze vriendenkring wordt dat allemaal besproken. Van wie rijdt ervoor? Dat is meestal de road captain. Die zorgt van A tot B welke links of rechtsaf moet staan. Of je rechtdoor rijdt tijdens de file. Of je niet de file doorheen mag gaan of wel. Dat doet hij allemaal. Hij regelt dat. We hebben roadblocks. En die roadblocks zorgen voor de veiligheid. Die zorgen dat er niet toevallig een auto van links komt.
en ons ja, een aanrijding veroorzaakt. Alles wordt geregeld tijdens zo'n ride-out. Maar onze ride-out, het leven van onze ride-out, het leven is niet zo altijd geregeld. Ja? We moeten wel vertrouwen op God, dat Hij dat allemaal voor ons regelt. Amen. Maar als je dat niet doet, dan zul je zeker ongelukken tegen en misschien aanrijdingen, misschien met een hele slechte afloop. Vertrouw op de Heer, zoals ik op dat moment even vertrouw op de roadcaptains en de roadblocks, die zorgen dat we wel veilig van A naar B kunnen gaan. Ja? We hebben gereden van Rotterdam naar Duinkerken in Frankrijk, is dat? Het reis zou eigenlijk 3 uur moeten duren. Het heeft 9 uur geduurd. Vanwege problemen. Vanwege files. En je ziet dat het allemaal goed gegaan is. Omdat de roadblocks weten wat ze moeten doen. En de roadcaptain weet wat hij moet gaan doen. Om bepaalde dingen te ontwijken. En dit alles doet God voor ons. Als we in Hem vertrouwen. Ja? En ik zie hier dat mijn jongens zijn opgepakt in die week. Die hebben coke gesmokkeld. Die hebben heel veel geld gemaakt. En dan rij je dan door Calais en dan denk je aan je vrienden. En op een gegeven moment tijdens de rijden vanuit Calais naar Duinkerken zie ik een hele grote groep lopen, mensen. Een hele groep mensen lopen. En ik denk, hey, het is een optocht. Maar naarmate ik dichterbij kom, zie ik dat het donkere mensen zijn. Allemaal donker gekleed, echt grauw. En ik denk bij mezelf, wat is dit? En ik reed langs die mensen en ik zie, het zijn mensen, het zijn vluchtelingen. Mensen die gevlucht zijn uit hun eigen land. En alles wat ze meedroegen, het waren dekens, ja, je ziet het, allerlei de laatste spullen wat ze hebben. En ze keken ons aan en ik keek hun aan. En toen dacht ik bij mezelf, oh, deze mensen zijn ook op zoek naar geluk en vrede. Zoals die jongens waar ik aan zat te denken, die op zoek zijn naar geluk en vrede. Maar weet je, geluk en vrede kan je vinden in de Heer. Geluk en vrede kun je verdienen, kun je echt vinden bij de Heer. En dan hoef jij niet miljoenen te hebben. Je kan misschien net rondkomen met wat je hebt. Maar dan heb je vrede en geluk. Dus dat is niet eigenlijk alles. En het doet mij wel eens pijn. Want ik rijd toen met mijn vrienden door Frankrijk heen. En we zijn eigenlijk op zoek naar een restaurant waar we lekker kunnen eten en kunnen drinken. En dan kwamen we daaraan bij het strand in Duinkerken. En we gingen eten en we gingen drinken. En we hebben lol. En toen dacht ik bij mezelf, ja, zo kan het leven dus ook. Je rijdt net langs mensen die eigenlijk helemaal niks meer hebben. Die eigenlijk alles hebben ingepakt wat ze nog hebben en zijn gevlucht. En ik bad voor hen. En ik bad ook voor de jongens die nu in de gevangenis zitten. Maar ik bad eigenlijk dan ook voor iedereen. Want wij hier, die hier zitten, wij zijn mensen die door God al geroepen zijn. Ja? En mensen daarbuiten, dat zijn mensen die God continu aan het roepen, maar ze luisteren niet, ze horen het niet. En wij als christenen hebben eigenlijk de taak om die mensen binnen te halen. Je bent een regie van je leven. Jij bepaalt wat jij morgen gaat doen. Jij bepaalt wat je gaat kiezen. Of je nou God kiest, of je voorouders, of wie dan ook, of geld. Jij bepaalt dat. Die regie heb jij in de hand. Maar ik heb mijn regie al weggegeven. Ik heb mijn regie aan de Heer gegeven. Ik heb mezelf gekruisigd. Amen. Ja? Zoals Hans dat zei. Misschien moeten we soms nog een keer gaan kruisigen. En soms denk ik dat ook. Want als ik kijk naar de Molukse wijken. Er zijn er 70 in Nederland, 70 Molukse wijken. Daar wonen dus alleen maar Molukkers. En
meeste Indische mensen weten waarom er 70 of waarom er Molukse wijken zijn. Molukse wijken zijn er omdat we vanuit Indonesië militairen en militairen zijn overgekomen naar Nederland. In het begin waren het oude concentratiekampen en die worden afgebroken en toen zijn we verdeeld in de wijken. Dus die oude Joodse kampen, waar de Duitsers vroeger de Joden hadden gebracht, zijn wij daar naartoe gebracht omdat wij toen de tijd voor Nederland hebben gevochten om Nederlands-Indië te behouden. En dat doet heel veel pijn. En dat doet in mijn vorige getuigenis heb ik erover gehad, hoeveel pijn dat heeft. Maar in die 70 Molukse wijken wonen vroeger de eerste generatie Molukkers, soldaten. En ik zeg je, het zijn soldaten die aan het front hebben gezeten. En elke soldaat, en dat zijn er toen 14.000 als ik me niet vergis, heeft op zijn minst 1 iemand vermoord. Op zijn minst. Want toen ze in Indië waren, hebben ze goed huis gehouden. Ja? En misschien kun je misschien de film Het Oost zien of terugkijken. Nederland doet er eigenlijk een beetje als een zwarte bladzijde, maar er zijn dorpen die zijn verwoest. Mensen zijn onschuldig vermoord. Ja? En als je met zo'n iemand praat, zo'n soldaat, zo'n knielmilitair, dan heeft hij het niet door dat hij het heeft veroorzaakt. Sommige militairen denken, het is mijn plicht, ik doe mijn werk. Het is de Nederlandse regering die het zegt, dus de Nederlandse regering moet het dragen. Nee, jij hebt het gedaan en jij moet om vergeving vragen. En zoals zij dat niet doen, moeten wij als kinderen een vergeving vragen van onze ouders. Omdat zij het hebben gedaan. In die 70 wijken zitten dus 7 militairen die mensen hebben gedood. En wij als Molukkers geloven er eigenlijk in occultisme. In de Molukken is het normaal dat je een kerk neerzet en daarnaast een bijleeuw. En ik zal je vertellen wat een bijleeuw is. Een bijleeuw is een huis waar onze voorouders wonen. Een bijleeuw is een huis waar we onze gewoonte doen. Is dat een huis van God? Nee, het is niet het huis van God. Het is het huis van de duivel, heb ik ook laatst verteld. Het kan niet zo zijn dat dit goed is. Ja? En in mijn dorp worden we elke jaar worden we gevraagd om naar boven in de bergen te gaan komen waar het oorspronkelijk dorp was. En dan worden de voorouders geroepen voor een zegen voor het dorp. Maar dat kan ook niet. Maar dat zijn dingen die ze daar nog niet weten, niet massaal. Want het grootste gedeelte gaat gewoon naar de kerk en roepen gewoon voorouders op. En in de Molukse wijken zitten dezelfde mensen die dat ook doen. Dus mijn doel was, na de bekering, om samen met mijn zwager en met Indik in die wijken te gaan. Om daar het evangelie te verkondigen. Want ze geloven wel in God. Dat is één ding wat zeker is. Ze geloven ook in Jezus en de Heilige Geest. Maar weet je wat zij niet weten? Dat Jezus leeft en God wonderen doet. En als je de Bijbel leest, ja, dat het niet zomaar een sprookjesverhaal is. Ja? Weet je, Mozes staat voor het zee en de Egyptenaren die kwamen aan en hij sprak tot God en God zegt, hef je staf omhoog en ik zal het zee doen splitsen. Het lijkt als een sprookje toch? Maar het is waar gebeurd. En weet je wat het is? Die wonderen. Ja, zo groot zoals ze zijn. Zo groot dat Israël dat ziet. Wordt toch niet door het Israëlische volk gezien. Want we komen nog een andere wonder. Weet je wel, dat wonder dat God boven zijn volk een soort bewolking neerzet. Zodat ze niet verbrand worden door de zon die in het woestijn staat te branden. En we hebben het over manna. En over het water wat ze nodig hebben. Alles heeft God geregeld. En toch blijft de mens ongelovig. Ze geloven wel,
maar ze eren me niet in de dingen die hij doet. Ja? En zo wil ik dus eigenlijk al die wijken langs gaan om te praten dat onze Jezus leeft. En dat de wonderen die onze voorouders kunnen doen, dat Jezus dat veel beter kan doen. Ja? En als we een zegen van God hebben, dat alles wat jij nu tot nu toe ziet, is helemaal niks vergeleken met wat God doet. Dit is Jericho. Je ziet het, een sterke stad. Boven op de heuvels. En in die stad wonen reuzen. En God zegt tegen de Israëlieten, die gaan we veroveren. En Jozua stuurde zijn manschappen om te kijken van, oké, wat hebben we daar in die stad? Want het zijn hele hoge muren en dan nog gebouwd op een heuvel. Dus hoe kom je, zeg maar, door die muren heen? En toen de, hoe noemen we dat, verspieders of spionnen terugkwamen, zeggen ze, die stad kan niet worden ingenomen. Terwijl God zegt, het kan wel. Het kan ingenomen worden. Als jullie gewoon naar mij luisteren, niks hoeven te doen, kan het stad ingenomen worden. Maar wat zie je? Mensen zien dingen en zien die muren, zien die mensen in die muren, in de stad zelf. Het zijn reuzen en een reus zoals Goliath. Als ik nagaat van hoe groot die man zou moeten zijn, is een schatting is dat die man 4 tot 6 meter groot is. Dan zijn wij eigenlijk niks. Ja? En als je daar een paar van ziet, dan weet je dat we hier niet meer kunnen vechten. Ik ben toevallig vrijdag in de club geweest met mijn vrienden. En daar staat een man bij. Hij is de sterkste man van Nederland, al 3 jaar lang. Hij heeft in 2021... Hij is die wereldkampioen, zwaargewicht, de sterkste man. En hij is ook heel groot. Maar hij is niet 3 meter lang. Hij is 2 meter zoveel. Als je naast hem staat, dan zie je al van hoe groot die man is. Maar als je kijkt naar Goliath, die 4 tot 6 meter hoog is, groot is, dan weet je dat het eigenlijk onmogelijk is. Maar als God het zegt, dat het allemaal makkelijk is. En als je alleen maar door in hem te geloven, dat die stad te overwinnen is, dan is dat zo. En weet je wat het is? De archeologen die hebben dit allemaal nagekeken. En toen de Israëlieten 7 keer op de stad zijn gegaan, en op hun, wat was dat ook alweer, horens of stadten te blazen, vielen de muren om. En die muren die gingen eigenlijk zo naar beneden, waardoor de Israëlieten makkelijk over de helling de stad binnen in kunnen gaan. Dus die stenen die zijn gevallen, die zijn eigenlijk ook alweer gelijk neergelegd, dat je makkelijk de stad naar binnen kan gaan. Jericho. Een stad. Een hele grote stad. Een stad die je niet zomaar kan veroveren. Maar in Gods ogen wel. Ik heb een team gemaakt, 20 mei, heb ik een groep jongens gevraagd van wie gaat met mij mee om te evangeliseren in de wijk. En er waren 40 mensen. En iedereen gaf een getuigenis. En het was goed om iedereen te horen hoe het ging met die getuigenis, weet je wel. En iedereen profiteert, en zijn zelfs profeten die dingen zeggen. En dat was een goede avond. En dan 2 weken daarna, of een week daarna, diezelfde dag heb ik aangegeven, luister, als we willen gaan evangeliseren, laten we ook gaan kijken wat echt is, wat we echt kunnen bereiken, welke wijken kunnen we bereiken, welke gebouwen kunnen we vragen om daar ons ding te gaan doen. En iedereen was enthousiast en toen kwam het eigenlijk dat 1 iemand had aangegeven van dat hij iets had gereserveerd. En de andere voelde zich eigenlijk van dat was mijn taak.
En ze vond het eigenlijk niet zo leuk. En ze gaf gelijk aan dat er geen saamhorigheid, geen communicatie. En dan komt de volgende. Ja, de rode loper. Iemand wil op de rode loper lopen. En anderen zegt, ja, ik wil, daarom ben ik ook altijd zo voorzichtig. Weet je wel? Omdat er mensen zijn, altijd binnen een kerk, of waar je ook begint, die eigenlijk een bepaalde functie willen bekleden. En toen dacht ik bij mezelf, jongens, werpen jullie niet eigenlijk de muren van Jericho zelf op? Ja. Dus ik heb aangegeven, waar blijft het geloof? Waar blijft het geloof? Wij hebben geleerd dat er een schild van geloof is. En dat de duivel zijn brandende pijlen op ons af gaat vuren als we gaan beginnen. Maar door het schild van geloof zijn die pijlen niks. Ja? En ik ben misschien heel bot. Ik kom uit de straat, ik kom uit de motorwereld. En ik praat met mensen die gewoon dingen zeggen zoals zij dat vinden. Maar gelovigen, die zeggen dingen met bijbelteksten. Zoals ik het eigenlijk nu doe. En dan begin je te twijfelen. En dan denk ik bij mezelf, wil ik hiermee doorgaan? Of wat is het nou? Moet ik hiermee stoppen? Maar de Heer zegt tegen mij, nee, je gaat niet stoppen. Je gaat door. Je gaat door. Dus nadat ik alles gelezen heb en eigenlijk tot conclusie ben gekomen, wat is dit negatief? En meestal raak ik dan boos. Kan ik niet slapen. En raak ik een beetje gefrustreerd. Maar deze keer dacht ik bij mezelf, Heer, het is uw werk. En ik ben slechts het gereedschap. U hebt mij op mijn pad mensen neergezet die ik heb uitgenodigd om samen het werk te gaan doen. En nu ik dit zie, ben ik eigenlijk een beetje verdrietig. Maar eigenlijk moet ik het loslaten. Want ik kan dingen doen die ik kan doen. En u moet doen wat u kan doen. Want dit is voor u. En ik ga nu lekker slapen. En morgen stuur ik een mail. En ik ga ervan uit dat u mijn woorden, dat u mij de woorden geeft die ik straks ga mailen. Ja, ik heb gemaild. Mijn zus was eigenlijk een beetje boos op me. Van, was niet zo, het was niet zo mooi. Je pakt niet de juiste woorden. Je bent bot. Ik zeg, ja, dat klopt. Ik zeg tegen haar, is het niet duidelijk dan wat ik wil? Ze zegt, ja, het is wel duidelijk. Het is wel overduidelijk wat je wilde zeggen. Ik zeg, nou, zo zijn we toch. En kort daarna kreeg ik telefoontjes van jongens. Van, joh, sorry, had ik eigenlijk niet moeten doen. En ja, klopt. We hadden eigenlijk het schild van geloof hoog moeten houden. En het zijn de brandende pijlen. Maar zie je hoe scherp de duivel ook is. Zie je nu ook hoe hij luistert dat zijn koninkrijk wordt afgebroken door ons. Ja? En ik vraag u allen mee te doen. Door ons. Door te praten. Jezus zegt, als je met één iemand al praat, ja, dan staat hij al naast je. En dus wilt hij niet dat je met groepen gaat praten over Jezus. Hij wil dat niet. En hoe vaak, als ik dus terugkijk naar die muren van Jericho. En ik kijk naar Petrus. Weet je wel, op het moment dat zij aan het vissen waren, begon het te golven. En het weer veranderde. Het begon te stormen en het wind was aan het harder aan het blazen, weet ik. Ik weet niet hoe je dat zegt. Ik ben even mijn woorden kwijt. Maar in ieder geval, de storm kwam op. En op een gegeven moment zagen ze in de verte Jezus. En Petrus zei toen van, Heere, kan ik ook op het water lopen? En hij liep op het water. En iedereen zegt, ja, maar daarna is hij in het water gevallen, omdat hij kleingelovig is. Ik zeg, ja, dat klopt, maar hij heeft het wel gedaan. Ja? En Jezus zegt ook tegen hem, waar is uw geloof? Maar wat denk je van al die mensen die hier lekker op de boot zitten? Zullen ze dat wel hebben gedurfd? Ben jij iemand in dat boot? Of ben jij net als Petrus die over het water probeert te lopen? Ik ben trots op Petrus. Ik ben trots dat hij over het water loopt. En ik begrijp dat hij die onzekerheid heeft, want hij is een mens. En hij viel in het water. Maar ik ben trots op hem.
Want meeste christenen, die zitten veilig op dat boot en die wachten lekker af. Ja. En ik zie het ook in de mailswisseling. Ik zie ook tijdens dat geruzies in de mail, en dat is eigenlijk helemaal niet goed, weet je wel. Want ze zeggen ook, niet meer mailen, niks meer doen. Het komt vanzelf wel goed. Maar dan zie je ook dat heel veel mensen van de 40 gewoon helemaal niks meer zeggen. Niks meer doen. En die zitten dus lekker veilig in dat boot. In plaats van te zeggen van, jongens, elke beer, elke berg op het weg naar Jezus toe, is door maar één woord, het naam Jezus te zeggen, en ze zijn weg. Ja? En door het geloof, ja, hebben wij een schild gekregen, waardoor die brandende pijlen niks zijn. Ja, Petrus. En zo zijn er nog meer wonderen die God ons geeft. Even kijken. Ja, waarom wil ik eigenlijk de Molukse wijken ingaan? Dat heb ik net al verteld. En dat is niet alleen het occultisme. Maar je ziet ook de terugloop van het kerkgangers in de wijk. Mensen, het jeugd gaat niet meer naar de kerk. Ik was bij de rouwdienst van mijn tante in Barneveld. Het is echt schrikken. We zijn toen naar kerk gegaan. Mijn tante was er opgebaard. Het was een kerkdienst en er waren gewoon misschien 10 man in de kerk. Oudere mensen die van de tweede generatie die nog trouw naar de kerk gingen. Maar ik zie het jeugd niet meer. Ik zie het kinderen niet meer. Ik zie hun kleinkinderen niet meer. Het is zo jammer. Weet je wel? En ik denk daarom dat ik daar naartoe moet om te praten. Om te vragen aan de mensen, wat is er eigenlijk aan de hand? Waarom zien jullie God niet? Hij is degene die ons kan redden uit alle problemen die we hebben. Ik zie hier mensen staan. Weet je wel, we zien wonderen in de Bijbel. En die wonderen die zijn nog steeds niet over. Want deze mensen hebben nog steeds wonder door de hand van God. Ja, door het geloof hebben ze wonderen kunnen veroorzaken. En misschien kennen jullie deze mensen? Ja. Dit is... Ja. Kan die op zijn naam? Ja, Diel. Oh ja. Ja, Dieleman. Deze? Willy Greer. Ja, die is goed, hè? Ja, Dieleman is ook goed. Ja. Maar hij kan gewoon lekker heel rustig praten. En dan word je gewoon heel rustig van. Het is net alsof je de president van Amerika hoort praten. Zo. Relaxed. Duidelijk. Niet zoals ik het doe. Weet je wel, een beetje moeilijk doen en zo. Nee, hij is echt goed. Dan hebben we Tom de Wal. Ja. Dat is ook een hele goede. Tom de Wal is iemand die in zijn jeugd al eigenlijk gelovig is. En altijd is opgegroeid. En hij schrijft boeken niet zo moeilijk. Hij schrijft boeken waar je dus lekker makkelijk doorheen kan lezen. En kan begrijpen van, oh ja, zo zit het in elkaar. Hij laat ook mooie voorbeelden zien, wat je dagelijks ook ziet. En daarom vind ik het zo mooi dat het zo is. En deze man. Hij is een Duitser. Ja. Even kijken. Ik vergeet gauw namen. Reinhard? Bonke. Mooi, Reinhard Bonke. Reinhard Bonke. Ik laat dit eigenlijk zo zien. Ik wil dat jullie dit soort mensen gaan opzoeken. En deze vrouw? Joyce Meyer. Joyce Meyer. Ja, dat is natuurlijk een vrouw die dat gelijk weet, hè? Maar Bonke Reinhard, die heeft mijn hart gestolen. Bonke Reinhard, die is gewoon, die kreeg van God te horen van ga naar Afrika. En hij reisde naar Afrika. En hij kwam daaraan in Afrika en hij pakt zijn koffers en hij zegt tegen God, en nu? Hij zat zo op de koffer en God zegt, loop maar. En hij liep gewoon door het stad in Afrika, in welke stad weet ik niet. En hij kwam daar een hele grote stadion tegen. En God zegt tegen hem, hier ga jij preken. Amen. Dus zegt hij, ja, als dat het doel is, dan ga ik dat doen. En hij vertelde dus, dat hij dus de kerken in Afrika heeft aangesproken om hem te steunen, om die stadion af te huren, want zoveel geld had hij niet, zodat hij daar kan evangeliseren.
Er is geen één kerk die hem ondersteunt. Geen één. Nee. Niemand. En toen? En toen heeft hij het toch gedaan. Want God zegt dat hij het moest doen. En hij zegt, als God het wil, dan voorziet God het ook. Amen. Ja? Dus hij is toen naartoe gegaan. Er is een stadion van, wat hij zegt, misschien 20.000, misschien wel 30.000. Een hele grote stadion. En hij zegt, ik begon te preken. En ik zag 12 mensen. Dat hele grote stadion met 12 mensen. En hij zegt, misschien moet je je afvragen, weet je dat zeker? Hij zegt, ja, ik weet het zeker. Want ik heb 3 keer geteld, het zijn 12 mensen. Ja. Weet je? Maar hij zegt, het begon en ik begon te preken. En ik begon te preken. En op een gegeven moment mensen geroepen die genezing willen hebben. En ik heb voor hen gebeden en ze werden genezen. En het moment is dat het nacht wordt en mensen gingen naar huis. Maar de mensen die genezen werden, die gingen de stad rond en die vertelden het evangelie dat hij dat heeft gedaan. In de naam van Jezus, toch? Ja. De tweede dag was bijna half vol. En de derde dag was helemaal vol. En ik zal je wat laten zien. Ik zal je wat laten zien. Ja. Hier staat hij dan met bijna 1 miljoen mensen. Misschien wel 1 miljoen mensen. Hier staat hij dan. Dus als jij vertrouwt in de Heer. Ja, en hij jou een zegen geeft. En mijn zwager zegt altijd bidden. Bidden is het belangrijkste. Dan komt het allemaal wel goed. En je ziet hoe hij dit helemaal eigenlijk heeft gedaan. En hij vertelde, na zo'n evangelisatie was hij moe en het werd donker. En dat was buiten het stad, dus geen verlichting. En hij reed in zijn auto terug naar het huis waar hij sliep. En op het moment dat hij door het donker heen rijdt, stond er een jongen van 17 jaar. En die stopte zo voor de auto. En hij dacht, hè, wat is dit? En hij deed de deur open en hij zag een jongen, 17 jaar. Toevallig David, en ik ben ook David. En de jongen maakte kennis met hem. Hij zegt, ik geloof in de Heer. Ik geloof in Jezus. Wilt u voor mij bidden? En zo heeft Bonke, of Reinhard, voor hem gebeden. Hij bad voor het kind van 17 en ging verder. Maar het kind van 17 heeft wel een opwekking gerealiseerd in hele Noord-Afrika. Amen. En Reinhard, die kreeg het te horen dat die kind een opwekking heeft veroorzaakt. Maar ja, in Afrika, die jongen kun je niet terugbellen. Of hij het is. Dus op een dag was hij weer bezig met zijn campagne of zijn evangelisatie te worden. En dan stond die jongen weer voor hem. En hij zegt tegen hem, ik hoorde iets van dat een 17-jarige jongen een opwekking heeft veroorzaakt in het noorden van Afrika. Hij zegt, ben jij dat? Hij zegt, ja, dat ben ik. Hij zegt, hoe kan dat nou? Ik heb 1 keer voor je gebeden, 1 keer, en je hebt geen Bijbel. Hoe heb jij dat gedaan? Hij vertelde dus, die jongen, nou, ik liep terug naar mijn dorp. En toen ik bij de waterput kwam, zag ik een vrouw met een kind. En binnen het dorp was een ziekte uitgebroken waardoor veel mensen dood gingen. En dat kind wat die vrouw bij zich had, die was ook heel erg ziek. En hij liep naar dat vrouw toe en hij zegt, ik ben bij dat evangelisatie geweest en Jezus die geneest, mag ik voor die kind bidden? En zo heeft hij dus gedaan, hij had zijn hand op dat kind gelegd en hij bad. En dat kind werd beter. Dus op een gegeven moment was iedereen in dat dorp was verrast dat het kind beter is geworden. Dus de moeder die vertelde, ja, hij heeft het gedaan. David heeft het gedaan. Die 17-jarige David heeft dat gedaan. Nou, in de Afrika heb je geen burgemeesters. Je hebt zo'n koning van zo'n dorp. En alles wat die koning zegt, dan moet je het doen.
Dus die koning die zegt tegen de mannen, haal die David op en breng hem naar me toe. Dus die David, die werd opgehaald. En hij moest vertellen hoe hij dat deed. En hij zegt, ja, nou, zoals ik het al verteld heb, ik ben bij Reinhard Bonke geweest. En hij heeft voor me gebeden. En ik geloof in God. En als je in God gelooft, mag je alles doen. Dus ik heb gebeden en dat kind werd beter. Toen zegt die koning tegen hem, kom jij maar mee. Hij liep met de koning mee. En hij kwam ergens in een hutje. Achter het huis van de koning was er een hutje. En hij liep het hutje in. En daar lag een meisje. En toen zegt hij tegen de koning. Hè? En die koning die zegt tegen hem. Luister, dit meid. Die heeft nooit gelopen. Is mijn dochter. En als jouw God haar kan genezen. Dan moet je het maar nu laten zien. Dus die 17-jarige jongen, ja, die goed gelovig is en echt, je moet als een kind geloven. Hij liep naar dat meisje toe. En terwijl die bad voor dat kind, hoorde hij de benen kraken. En dat hij op een gegeven moment zegt van, ga op, sta op en wandel in de naam van Jezus. Ging dat kind staan en ging lopen naar buiten toe en zag voor het eerst het licht van de zon. En de koning, die werd zo verrast. En ja, dat verhaal is eigenlijk door heel Afrika gegaan. En toen zegt Bonke nog volgende verhaal. Maar wat vertel je dan aan de mensen over Jezus en over de Bijbel? Want je hebt geen Bijbel. Hij zegt, ja, ik herhaal de hele tijd dezelfde dingen wat jij toen verteld hebt. Snap je? En daarom zeg ik. Wij doen soms zo moeilijk. Ja? Ja. We zeggen allemaal wij geloven. Maar we durven niet uit dat boot te komen waar Petrus in zat. Ja? Wat we meer doen is een muur bouwen om ons heen. De buren van Jericho. En we vergeten soms het schild van geloof. Ja? En we vergeten soms dat de duivel dit ziet als een aanval. Altijd als we naar ergens naartoe gaan, ziet de duivel dit als een aanval. Dus hij vuurt zijn pijlen af. En als je het schild van geloof niet hebt, komen die pijlen, die raken jou. En als die raakt, raakt die ook anderen die niet hun schild hoog hadden. En daarom had ik het eigenlijk zo verwoord in mijn mail naar die jongens toe. Of naar die mensen toe die met mij toen zaten. En het misschien hard. Misschien te hard. Maar ik zeg gewoon dingen. Want ik heb toen aangegeven als laatste. Mozes die liep met 2 miljoen Israëlieten door het woestijn. En de Amalekieten die zagen dat. En de Amalekieten dat zijn hele sluwe mensen. Het zijn eigenlijk familie van de Joden. Dus wat hadden ze gedaan? Ze zagen dat aan de voorhoede van het stoet de beste krijgers stonden. Dus wat deden ze? Ze vielen aan van achteren, waar de zwakken staan. En wat deed Mozes? Was Mozes toen in paniek geraakt? Was toen Mozes boos geworden? Nee, Mozes klom de berg op en dankte God. En het moment dat hij vertrouwen heeft in God, gaf God de Israëlieten weer de kracht waardoor ze de Amalekieten hadden verslagen. Amen. Ik wil eigenlijk aangeven dat God de Almachtige is. Ja? Hij is de schepper van hemel en aarde. Ja? Hij is niet een voorouder. Hij is de aartsvader. Hij is degene die ons gemaakt heeft. En ik vraag aan ieder om op te staan en overal waar je naartoe gaat, te verkondigen het evangelie. Ik heb een hele bijzondere positie. Meestal als mensen zich bekeren, ja, als een crimineel bekeert, dan is hij geen crimineel meer. Als een verslaafde bekeert, is hij geen verslaafde meer. Ja? En ik vraag me af of die crimineel en die verslaafde dan wel teruggaat naar de verslaafde om te praten. Maar ik ben van de motorclub. Ja? En ik ben bij de motorclub gebleven. En elke keer als ik
in de motorclip praat, zeg ik tegen ons, jongens, luister. Ik ben wel bekeerd in de naam van Jezus. Ja? En ik praat met jullie en ik wil jullie overtuigen over Jezus. En ik probeer bepaalde beslissingen te nemen, wijze beslissingen te nemen. Maar ik praat niet over dingen die mij eigenlijk moeilijk worden. Want ik ben in Jezus. En ik hoop dat je straks dat begrijpt. Dat het woord van Jezus zo kracht heeft. Ja? Waardoor je, als de Heilige Geest in je komt, dan weet je het eigenlijk al van dit hoef ik niet te doen, dit mag ik niet doen, dat wil ik niet doen. Ja? Want de Heilige Geest is dan in jou. En je hebt jezelf al gespijkerd aan de kruis. En dat is zo belangrijk. Ik weet niet of dit de laatste. Ja, dit is de laatste. En ik wil jullie eigenlijk aanmoedigen om tot geloof mensen te brengen. Ook mensen die, want dat zijn de moeilijkste mensen. Mensen die nog niet in geloof komen. En hou die schild hoog. Het schild van geloof. En het zwaard van het woord. Zodat de duivel, die de heerser van de aarde is, ons niet kapot kan maken. En ik lees nog het laatste stukje. Wat ik eigenlijk wilde afsluiten. Het gaat over Johannes 15 vers 16. En dan zegt Jezus. Niet u hebt mij uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkander lief hebt. En dat was mijn even getuigenis en dat wil ik eigenlijk mee afsluiten. Ja, toch? Ja? Mooi. Dankjewel. Ja.